Seniorenvereniging KBO Lieshout heeft in het dorpshuis haar 60ste jaarvergadering gehouden. Voorzitter Willem Dame was samen met mevrouw Van Hout aftredend en weer herkiesbaar, wat voor de aanwezigen met applaus werd bekrachtigd. 5 leden waren gehuldigd voor hun 25-jarige lidmaatschap. De dames Hansen, Herikes, Van der Zanden en Steegs en de heer Ophey kregen een oorkonde en bloemen. Mevrouw Van Duinhoven werd postuum geëerd voor haar lidmaatschap. Zij overleed eind 2014. Door het bestuur werden bloemen op haar graf gelegd. Na de vergadering was er muziek van Mondharmonica Orkest De Luchthappers uit Nuenen. ...260 leerlingen van openbare basisschool Het Klokhuis in Bekendonk en Lieshout zijn samen met 10 kunstenaars van Artemis uit Den Bosch vorm aan het geven aan een nieuw en zelfbedacht scheppingsverhaal, De Kinderen die Alles Weten. Kinderen van alle leeftijden gebruiken hun verbeelding en geven in groepsverband uitdrukking aan de verschillende aspecten van het verhaal. Onder begeleiding van kunstenaars en leraren fantaseren ze, dromen ze, bouwen, zingen en creëren. Aan het eind van het project wordt het verhaal gevierd. Dan dragen de kinderen hun eigen gecreëerde beelden, zingen ze liederen en lopen op de afgesproken manier, eten de dingen die ze moeten eten en drinken de dranken die daarbij horen. Het project eindigt op 2 april.